Ja, John van den Burg, wat was het spannend? Ja, dat was het zeker. Ik had op meer gehoopt, maar ik denk dat we keurig gevochten hebben voor wat we waard waren. Je mist twee basisspelers en als je dan toch nip verliest, denk ik dat toch wel een behoorlijke prestatie is. Als je weet dat je twee basisspelers mist, hoe probeer je dat dan in aanloop naar deze belangrijke wedstrijd op te vangen? Ja, door tactisch toch wat andere mensen op andere plekken neer te leggen, dat de tegenstander een beetje verrast is. En dat pakt denk ik in het begin wel goed uit. Alleen ja, de energie die je nodig hebt, die komt net aan het einde een beetje tekort. Ik denk dat we het in de derde weggegeven hebben. Want in dat derde deel zag je de score uitlopen in jullie nadeel? Ja, ik denk dat we dan te gretig waren. Er werd te veel geschoten. Iets meer rust in de ploeg. Want ja, je krijgt 2-3 contra's tegen en dan is eigenlijk de wedstrijd gespeeld. Jullie hadden de eerste wedstrijd nipt verloren. Wat waren de lessen vanuit die eerste wedstrijd die jullie hebben geprobeerd mee te nemen naar deze wedstrijd? Nou, in de eerste wedstrijd begonnen we niet al te sterk. Dus we hebben afgesproken van nou, hier thuis gaan we er bovenop. En gelijk van het eerste moment, ja, dat pakte prima uit. Dus we bleven keurig in de wedstrijd. Tot op de helft was het gelijk. Dus. Dan merk je ook gedurende die wedstrijd de irritatie wat toenemen. Ik heb niet het idee dat de twee scheidsrechters in aanmerking komen voor een erelidmaatschap hier. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat ze toch wel een beetje de andere kant op vloot. Ik weet niet precies de peetjesverhouding, maar op beslissende momenten kregen wij ze wel eruit en zij niet. En dat maakt ook een klein verschil. Merk je nou in zo'n belangrijke wedstrijd om het landskampioenschap een ander soort spanning bij je ploeg? Nou, het gaat in vijf in principe, best of vijf. Dus de wedstrijd, ja, de spanning is er natuurlijk wel. Maar het is totaal anders als je bijvoorbeeld een bekerfinale op neutraal terrein speelt. Want dan moet je het in één keer doen. En nu, ja, we hebben nog steeds een kans. Dus, en daar gaan we ook voor. Want de volgende wedstrijd mag niet verloren worden. Willen jullie kans houden op die landstitel? Je zegt we hebben een kans. Hoe reëel acht je het dat jullie terug gaan komen in deze finale? Nou, ik denk dat deze jongens zo'n enorme wil hebben en drang hebben dat we gewoon een hele goede derde wedstrijd gaan spelen. En, ja, het zal ook wel close worden, maar het zou zomaar onze kant op kunnen vallen. Want is het dan zo simpel als dat het inderdaad, omdat het steeds zo close is, maar een keer jullie kant op hoeft te vallen om dat goede resultaat binnen te halen? Ja, ik denk dat we het echt kunnen. We krijgen er één bij weer terug van de score. Dus Sam gaat weer meedoen. Nou, die is erg goed op een groot veld. Dus ik denk dat we kwalitatief weer een stapje dichter bij hun zitten. Ja, en ik weet niet hoe hun erover denken. Met twee gewonnen wedstrijden kan ik zomaar een beetje onderschatting krijgen. Dus daar moeten we maar een beetje op hopen, denk ik. Je had het in een antwoord net even over een groot veld. Dat is ook nog iets om uit te leggen wellicht, want dat gaat over de afmeting, hè? Ja, normaal is het 20 bij 30, dat is in Utrecht en dat zijn meer baden. En wij hebben dispensatie voor een bad van 15 bij 25, dus wij zijn wel heel erg gewend om op een klein bad te spelen. En is dat een voordeel? Nou ja, de scores zijn vaak wat hoger in een klein bad, maar ons grote voordeel is het 500 man publiek en alles uit de kast trekken om sfeer te maken. Ik denk dat dat wel voor ons heel belangrijk is in thuiswedstrijden. Nou is het dus zo dat die volgende wedstrijd in Utrecht is, donderdag. Ik zag net al wat teleurstelling bij de nodige spelers. De tijd is kort, maar daarin zullen de kopjes wel weer fris gemaakt moeten worden. Hoe ga je dat doen? We gaan morgen even uitzwemmen, een uurtje, een beetje schieten, een beetje tactisch er nog even over praten. En dan gaan we met z'n allen denk ik gewoon het hoofd omhoog en voor niemand bang gewoon weer naar Utrecht. En echt er alles aan doen om die derde wedstrijd naar ons toe te trekken.